Hier is Wendy en vandaag heb ik een hele speciale video. Een unbox video. En ik had hem al opengemaakt en hij stond op de grond. Maar het was zo donker dat je de wol niet mooi zag. Dus ik heb hem nu even anders opgesteld en er zit licht bij. Maar we gaan hem samen uitpakken. De box heb ik gekregen van meneer Aad van der Graaf. Vele op de Facebook websites van Hip en Crea haken. En de website Haken en Haakpatronen kennen meneer Aad van naam. Meneer Aad staat op Beverwijk Zwarte Markt in hal 4. Daar heeft hij een hele grote winkel met wol, borduurgaren, slagletters, leer daarvoor. Je kunt het niet zo gek bedenken of meneer Aad heeft de hobbyartikelen in huis. En wat heel mooi aan meneer Aad is, als je iets zoekt, vraag het via de website of via de Facebook pagina's. En meneer Aad gaat kijken of hij het voor je kan bestellen. 2 weken geleden heb ik op YouTube mijn filmpjes tutorials gezet over naamarmbandjes maken. En dat is zo'n groot succes dat ik de vraag kreeg, waar haal je het borduurgaren vandaan? Maar het nadeel van YouTube is dat je alles met toestemming moet filmen. Want anders zit je aan copyright of iets dergelijks vast. Dus ik zocht een sponsor. Ik heb meneer Aad gevraagd, meneer Aad, heeft u borduurgaren op voorraad? Jawel Wendy, dat heb ik op voorraad. Hij zegt, geef de nummers maar door en dan mag je het bestellen. Ik zeg, nou, het is niet voor mij, maar ik heb in nog geen 4 dagen tijd 1600 kijkers gehad op mijn naamarmbandjes. En die zoeken borduurgaren. 2 dagen later heb ik de stoute schoenen aangedaan en gevraagd, meneer Aad, mag ik van u wat kleurtjes van de borduurgaren? En dat u mij helpt met sponsoren. En dat ik dan met toestemming van u op YouTube uw naam mag vermelden en naar u toe kan sturen. Zodat ik een naam kan vermelden. Ik mijn hobby uit kan oefenen om tutorials te maken. En dat we er samen zo kunnen samenwerken. En zo is het gegaan. Meneer Aad heeft meteen gezegd, natuurlijk gaan we doen. Vind ik helemaal een groot plan. En de box is vandaag binnengekomen, dus we gaan hem samen uitpakken. Ik wil eerst echt nog meneer Aad even hartelijk bedanken hiervoor. Ik wil hem ook echt de reclame geven die hij verdient. Dus meneer Aad van der Graaf kan je vinden op de Facebook website De Snuffelhal Openbaar Creatief. Of hij is ook wel heel erg actief op de Facebook site Hip en Crea Haken. En de website waar je spulletjes op kan bestellen www.desnuffelhalcreatief.nl. En als je iets zoekt, vraag het gewoon aan meneer Aad, want hij is echt iemand die het heel graag voor je opzoekt en het meeneemt naar Beverwijk als je daar komt. En dan kan je het bij zijn kraam in Beverwijk ophalen of het wordt opgestuurd. Nou, daar gaan we. De box. Ik ga even de deksel eraf halen. En we beginnen meteen met een heel mooi garen wat erin zit. Het is groen en zoals jullie zien, met een heel leuk werkje erin. En wij gaan haken voor het goede doel. Het eerste doel wat we gaan doen is een kerstmarkt voor een lagere school waar ik voor gevraagd ben. En wij gaan daarvoor leuke dingetjes haken. Heb je een heel leuk idee voor deze wol? Geef alsjeblieft een tip in de beschrijving hieronder. Of stuur even een e-mailtje naar info@haakwerkje.nl. Dat is mijn hobbysite die ik heb. Daar kom ik straks nog op terug. Maar help me mee met leuke tips voor garen en wol. We gaan met een aantal moeders waarschijnlijk haken. Mijn vriendin sowieso en die haakt al jaren. Dus zij gaat mij sowieso ook helpen. Maar geef een tip als je denkt, nou dat moet je echt daarvan gaan maken Wendy. Dat is echt hartstikke leuk. Het komt dus ten goede van de kerstmarkt voor een lagere school. Dat is de groene wol. Dan zie ik hele mooie witte wol. Want dat verhaal moet ik ook eigenlijk nog even vertellen. 2-3 maanden geleden had meneer Aad 1000 bollen wol die hij weg ging geven. En je mocht een groep aangeven waarvoor het was. En dan kon je 100 bollen wol krijgen. Dat heeft hij dus heel veel mensen mee gelukkig gemaakt. Ik had ook een reactie achtergelaten in een persoonlijk berichtje via Facebook. En maar ja, er waren zoveel aanmeldingen. Ik kwam niet aan bod, zeg maar. Meneer Aad heeft dat waarschijnlijk gezien toen ik hem contact zocht vanwege de naamarmbandjes. En zei, ik stuur ook nog even de wol die je aangevraagd had voor de school. Dus, nou, dat is toch ontzettend geweldig en lief van meneer Aad.
Nou, ik zie hier hele mooie witte wol. Ik zie hierin sneeuwpopjes, kerststerren voor aan de boom of kerstboompjes gehaakt. Dus heel erg leuk. Ik zie hier hele mooie gemêleerde wol. En dat is een iets breder draadje. Hier zou ik graag tips over willen hebben. Wat zouden jullie hiervan haken? Wat is hier een leuk idee voor? Ik zie wel dat ook weer een leuk kleurtje is voor de kerstthema. Misschien een omslagdoek, is dat te doen van deze haakwol? Geef het alsjeblieft door. Nou, dit is natuurlijk helemaal geweldig. Wit, rood en groen. Ik zie hier kerstmannetjes in. Of theelichtjes aangekleed en wel. De kerstboom zie ik hierin terug. Daar ga ik natuurlijk haken. Ik zie hier hele mooie oranje wol. Ik denk dat ik die alvast ga maken voor het thema Halloween. Leuke pompoentjes of een slinger van pompoentjes. Echt hele mooie wol. Ik zag deze tas. Die wil ik even openmaken. En kijk, dit had ik gevraagd aan meneer Aap. Heeft u misschien borduurgaren voor mij? Ik wil allerlei leuke thema's gaan maken op naamarmbandjes. Dit is zo'n naamarmbandje. Ik wil dan leuke themaatjes maken. Hier zie je bijvoorbeeld een smiley. Nou, het lijkt mij leuk voor de kerst om een kerstboompje erop te maken. Of met blauw iets van een dolfijntje. Er komt nog een thema aan, die verklap ik nog niet. Dat had ik wel met meneer Aad overlegd. Daar zijn ook deze leuke groene en paarse kleurtjes voor. De oranje, die kan ik nog wel verklappen. Halloween pompoentjes op je armband. Meneer Aad, wat heeft u ontzettend veel mooie kleurtjes gestuurd. Hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik denk al mijn kijkers op de naamarmbandjes, die gaan er heel blij mee zijn. Want hier kan ik hele leuke dingen mee maken. Dat was de borduurgaren. Dan zie ik hier nog een hele mooie tas. En kijk, ook een heel mooi oranje garen. Misschien een sjaal, een hele mooie sjaal hiervan. Want dit is wel echt hele zachte vildor. Veel daar om te gebruiken. Wat kan er veel in de box? Meneer Aad, u heeft echt uitgepakt. Ik ben helemaal overdonderd wat u heeft gedaan voor me. Echt waar, ontzettend bedankt. En ook namens de school en de kinderen. Want hier kunnen we echt een hele leuke kraam mee vullen. Ik zie hier hele aparte garen om te gebruiken. Een soort tuleachtig. Die zou ik voor de naamarmbandjes kunnen gebruiken. Dat ik de draadjes wegwerk en dan deze gebruik als naamarmbandje om hem te sluiten. Maar heb je nog hele leuke ideeën? Geef alsjeblieft dan een e-mailtje naar info@haakwerkje.nl. En geef dan ook door welk garen je gezien hebt. En wat jouw idee is wat ik ervan zou kunnen maken. En wie weet zie je het terug. Want het komt wel allemaal op mijn website te staan wat wij gaan maken van de wol. Nou, dan ga ik de doos even zo houden. Even kijken of het goed te zien is. Ja, allemaal verschillende kleurtjes wol. Die we kunnen gebruiken. Ook weer zo'n mooie oranje. Voor ons thema, voor de kerstmarkt. Leuke sjaaltjes. Leuke knuffels. Ik zie hier nog tulle. Dat zou ik ook weer voor de naamarmbandjes kunnen gebruiken. Of misschien iets van een rokje voor kunnen maken. Nou, je ziet, meneer Aad heeft echt uitgepakt en ons enorm verwend met een mooie box vol met garen. Dit was de unbox die ik heb gedaan voor mijn sponsoring die ik heb gekregen van meneer Aad. Ik wil jullie verwijzen naar zijn website. Ik ga het nog een keertje zeggen, want nou ja, dit is gigantisch leuke sponsoring. De Snuffelhal Openbaar Creatief op Facebook. Hip en Crea Haken op Facebook. Daar geeft meneer Aad ook leuke acties door die hij heeft. Echt goedkoop garen bijvoorbeeld wat eruit gaat. Gaat voor een heel klein bedragje mag je dat overnemen. Dus hou die site echt in de gaten. En de website www.desnuffelhalcreatief.nl. Heb je tips voor mij wat ik van kan maken van de wol?
Heb je andere tips voor mij? Stuur dat dan alsjeblieft naar info@haakwerkje.nl of kijk even op mijn eigen hobby-site www.haakwerkje.nl. Daar staan alle leuke acties op die gedaan gaan worden. Als wij spulletjes over hebben van de kerstmarkt, komt dat in de shop te staan die ik aangemaakt heb. Het is een vrij nieuwe hobby-site die ik gemaakt heb, want pas sinds september heb ik meer tijd om een website bij te gaan houden. Dus er komt nog heel veel op deze website, hou hem in de gaten. Daar staan ook alle knuffeltjes, sjaaltjes, wat overblijft, gaat daarop. En het komt in een aparte rubriek te staan, want dit is mooi gekregen garen. Dus we gaan er ook een goed doel voor zoeken. Als het niet bij de kerstmarkt verkocht is, gaat het naar een ander goed doel. En dan of de verkoop, het geld gaat eruit naar een goed doel. Of de knuffeltjes zet ik neer van waar kan ik het naartoe sturen. Is er misschien een kindje heel erg ziek in het ziekenhuis? Kan ik hem opsturen of iets dergelijks? We gaan nog een leuke actie daarvoor verzinnen. Dus dat komt ook goed. Meneer Aad, heel erg bedankt dat u mij wil ondersteunen. Ik hoop in de toekomst heel veel leuke acties met u samen te kunnen doen. In de vorm van garen en dergelijke. Dat we elkaar helpen hierin. Als jullie naar Beverwijk gaan, naar hal 4 waar meneer Aad werkzaam is, zou ik het heel leuk vinden als jullie dit filmpje gezien hebben, dat jullie de groeten doen van Wendy. En dan weet meneer Aad wel dat ik het ben. Bedankt voor het kijken. Heel veel plezier jullie ook met haken. Ik kijk uit naar tips over de garen. En bedankt nogmaals voor het kijken. Dag!